Dit filmpje gaat over procenten of percenten. Je krijgt een antwoord op deze vragen. Wat zijn percenten? Wat is het verband tussen percenten en eenvoudige breuken? Hoe los ik een percentzin op? En hoe los ik een puntoefening met percenten op? Wat betekent dat nu, een percent? Want je ziet percenten overal. Op de bank, als je korting krijgt in de winkel, in een label van je trui of bij ingrediënten. Percent betekent letterlijk op 100 of ten 100. 15% betekent dus 15 op 100 of 15 honderdste. En daar zie je meteen al het verband met breuken. Om het makkelijk te maken bij het werken met procenten of met breuken, hebben we van alle procenten, of toch van een groot stuk ervan, eenvoudige breuken gemaakt. Het is handig als je ze van buiten leert. Hoe los je nu percentzinnen op? 5% van 200. Ik kan niet zo goed werken met procenten in een zin, vandaar dat ik ga omzetten naar een breukzin. Dat kan wel goed. 500ste van 200. 200 gedeeld door 100 maal 5 en dat is 10. 25% van 88. Ik zet weer om naar een breuk. 25 honderdste van 88. Maar ik kan 88 helemaal niet zo goed delen door 100. Vandaar dat ik de eenvoudige breuk van 25 honderdste ga gebruiken. En dat is 1/4. En 88 kan ik wel heel goed delen door 4. 88 gedeeld door 4 maal 1 is 22. Soms moet ik ook puntoefeningen met procenten oplossen. 8 is puntje puntje procent van 20. Eigenlijk vraagt men hier, welk deel is 8 van 20? Want een procent is altijd een deel van een geheel. Ik stel het eventjes voor aan de hand van een tekening. Dit is het geheel en het geheel is in dit geval 20. 8 is een deeltje van dat geheel. Ik zou ook kunnen zeggen dat dit de breuk 8 twintigste is. 8 van de 20. Maar procenten gaan helemaal niet op 20, ze gaan op 100. Dus ik moet eventjes omzetten. 8 twintigste is evenveel als 40 honderdste. Ik zou het ook kunnen voorstellen in een verhoudingstabel. En zo zie ik dat 8 40% van 20 is. Een paar tips bij het werken met procenten. Leer die eenvoudige breuken uit het hoofd, zodat je niet telkens meer moet gaan vereenvoudigen. En gebruik bij de puntoefeningen een verhoudingsschema of een tekening.